In the world of racing pigeons, there are legends that soar above the rest, and one such legend is Double Remco, a name that resonates with excellence. Meet Double Remco, a pigeon with an extraordinary track record. This remarkable avian athlete has earned its place as the star of Mark de Kock's loft. Double Remco's achievements are nothing short of spectacular. It proudly holds the title of the fourth National Ace Pigeon KBDB, a coveted honor in the racing pigeon community. This extraordinary pigeon has clinched victory not once, not twice, but three times, claiming the top spot in three separate races. Its consistent excellence shines through. In a memorable feat, Double Remco secured the first place in the National Zone Tool race, a race known for its fierce competition and long distances. And that's not all. Double Remco proved its mettle once again by taking the second position in the National Zone Suyak race, solidifying its reputation as a long-distance racing champion. In the world of racing pigeons, Double Remco is a shining star, a symbol of dedication, skill, and excellence. Its achievements, including the fourth Nat Ace Pigeon title and victories in prestigious races, speak volumes about the exceptional talents of this avian athlete. From the loft of Mark de Kock, Double Remco's legacy continues to inspire and captivate, reminding us that with passion and perseverance, we can reach new heights. This is the story of a pigeon that soars above the rest, Double Remco. Hier zitten alle kwekers beneden, ja. Ja, de roeiduiven zitten allemaal vooraan. Achteraan zitten de voedsters en daarover leggen we altijd de eikers van voor naar achter. En dan krijgen de roeiduiven rapper een tweede devin of een derde devin. Ja. Dus hier zit nu nog één duif, dat is nog uit de lijn van Aalbrecht 801, een directe dochter nog, een volle zuster van de duif die het tweede nationaal kampioenschap KWDB won. Die duif, dat is ook een kleinzoon eruit, die wint eerste brief, eerste Limoges. Hè. Een topvlieger, die heb ik dit jaar op kweekot gezet, dus niet meer mee gespeeld. Deze boxen zijn leeg, maar hier zitten dan de acht topduivers. Hier is Rockefeller, eerste nationale asduif KBDB allround. Ja. En die is momenteel gepaard met een dochter Armando. Armando, bekendste duif momenteel denk ik. Ah, hier is ze. Ze zit met kleine jongskes. Ja. Dat zijn hun eerste eikens en hun eerste jongskes eigenlijk. Ja. Voor de eerste keer heb ik ze laten wonen. Dat is de eerste asduif. Ik heb er weer allround. Ja. Allround, mijn dochter van de eerste Armando, ja. Mijn boek eerste nationale as. En hier zet je in zo'n box telkens één doffer met dan verschillende vin op zich. Nee, ik heb dat in het begin gedaan, maar nu doe ik dat gewoon altijd eieren en direct aan een andere vin. Maar omdat het nu einde seizoen is, heb ik die laten jongens opbrengen. Ja, dat is de eerste keer dat dat jongen opbrengt, Rockefeller. Ja. Dat is gekoppeld sinds november. Ja, dat doen wij thuis ook. We hebben ook de laatste ronde laten we zelf gaan. Kijk, dan is dat Nieuw Wiegelaai, de achterste. En daarvoor dat is een zuster van Rockefeller. Nieuw Wiegelaai, eerste provinciaal Cahor. Vader van eerste zoon Argenton. En vader van een topkweker bij mij, de 006. Dat is Johan, derde nationale ASF KBDB. Op de fond. Beste duif over vijf eendagse fondvluchten op PIPA-ranking. Nummer 1. Gekoppeld aan een dochter van Bolt Eagle. Bolt Eagle gaan we ze zien, dat is Olympiade-dochter. Bolt Eagle. Bolt Eagle is Olympiade-duif bedoel ik, is een dochter ervan. Zij is zelf ook heel goed gevlogen. Dat zijn de ouders van Rockefeller. Papa en mama hè, van Rockefeller. Hè. De mama zit hier. Dat is de mama. En hier zit de papa. Die hebben ook jongstjes. Ik heb die terug laten leggen. Kom maar binnen. Ja. Kijk, die hebben terug ook koppel jongen. Ja. En zijn broer is ook zijn de nationale ASDF KVDB, zijn volle broer. Mag ik eens kijken? Mag ik die eens even zien? Ja.
moet die andere ook allemaal zien. Ja, ja, we zullen ze een keer pakken anders. Staat er nog te filmen? Ja, 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 ja. Dus dat is de papa, Rockefeller. En dat is de mama. Geweldig veel pluimen. Hè? Enorm veel, ja. Enorm veel pluimen. En wat stamkaart zit erachter, maar ik kwam voor iets overzinnen, is dat? Heel veel pluimen. Klopt wat ze niet laten zien, de PDG's. Ja. Hè? Dat is geen probleem. Heel veel pluimen. Heel veel pluimen, ja. Geweldige, dikke voorarm. Ja. Heel goed slot. Hij is ook vader van de eerste Provençal Châteauroux vorig jaar, maar met een ander devin. Heel goed slot. Ja. Dat is een broer van Super Ace. Ja, broer van Full Brother Super Ace. Ja, ja, ja. En dat is dan de mama. Dat is origineel van Norman. Kleiner devinnetje, hè? Dus, ja, ja, ja. Dochter Gaspacho, ook een Olympiade. Hè? Ah ja, dat komt ook uit. Ja, dat klopt, ja. Ondertussen Rockefeller iets pakken. Je mag terug laten vliegen. Dat was Rockefeller. Een heel schoon duik. Ja, ja, prachtig. Sterk, ja, ja, ja. Heel sterk. Zijn laatste vlucht vorig jaar nog naar huis gekwetst thuis gekomen. Ja? Hij vliegt nog een 82e nationaal. Nu van de staart weg, de rug op. De klamper gaat. Ik zal u straks een pedigree tonen van dan deze.